Het voelt gewoon lekker van binnen als je danst. Ik vind het wel heel grappig om eigenlijk nu terug te zien. Ik heb er veel voor moeten laten. Ik kon niet vroeger zoals mijn vriendjes dan buiten spelen en leuke dingen doen. En, ik was toch wel altijd op school aan het studeren of aan het dansen. Toen werd ik wel gepest. De meeste deden voetbal en ik deed ballet. Het is niet makkelijk, het is geen makkelijke weg die je begaat. Maar het is het zeker waard geweest als ik nu terugkijk en waar ik nu sta. Ik ben nu de older Billy, dus het komt allemaal weer terug. Ja, onze verhalen komen op zich wel overeen. Ik heb eigenlijk dezelfde weg een beetje beland. Ik heb eerst de Nationale Balletacademie dan gedaan. En daarna ben ik ook naar de Royal Ballet School gegaan, waar Billy Elliot ook naartoe gaat. Dan in de tweede acte komt mijn rol eigenlijk. Het is eigenlijk een droomscène waarin Billy droomt dat hij zeg maar al groot is en wat hij dan allemaal kan doen. Dus eigenlijk na zijn opleiding. Nu als ik kijk hier in Billy Elliot met deze zes jongens, is het een beetje alsof ik mezelf weer terugzie. Dus het is heel grappig om te zien dat ik zeg maar na die elf jaar later daar nu sta, waar ik wilde staan.